Strijders, goeiedag, goeie avond, wanneer je dit ook kijkt. Welkom bij een nieuwe video. Een recap van het afgelopen weekend, mijn Weekend League. En met als reden dat we speciaal voor dit weekend de net overleden Diego Armando Maradona hebben gebruikt in onze ploeg. Ronaldo verkocht, Maradona erin. En het grappige was, jullie hadden die video 10.000 keer geliked. Waardoor dat gebeurde en diezelfde dag uploadde Slotta ook een video waarin hij precies hetzelfde zei. Wij dus allebei met baby icon Maradona gespeeld. En dus appte Frank mij, laten we een challenge doen, zo vaak mogelijk met Maradona scoren in één weekend. Elk doelpunt is een punt, maar het is natuurlijk een beetje lullig als iemand weggaat. Als je een rage quit hebt, dan kun je zo minder scoren met Maradona. Dus we spreken af. Een rage quit is ook één punt. En een rage quit in de eerste helft zijn zelfs twee punten. Dus dat houden we allemaal bij. Scoren is ook nog belangrijk. Dus de totaal scoren, je record. Elke overwinning vanaf Elite 3, dus alles boven Elite 3, zeg maar, is ook nog één punt, dacht ik. We gaan het meemaken. Morgen upload Slotta zijn video, dinsdag dus. Ga die ook kijken, dan weten we. Ik weet nog zelf ook niet precies wat hij nou heeft gedaan. Dan weten we hoe het is gegaan. Duimpje zou fantastisch zijn en abonneer je. We zitten op 248.000 inmiddels. Bijna die prachtige mijlpaal. Daar gaan we. Tijd om te beginnen. De allereerste pot van het weekend. En ik heb alles gestreamd, zoals altijd trouwens. Zorg dat je erbij bent als je de livestream niet hebt gezien. Eerste team van onze tegenstander. Ik laat trouwens eigenlijk alleen de goals met Maradona zien. Zodat jullie echt zien dat we zo vaak met hem scoren als dat ik zeg. De andere goals, ja goed. Als je ze echt terug wil zien, kun je de livestreams checken. Maar dat is iets minder belangrijk. Tegen goals laat ik ook niet allemaal zien. Het gaat hier gewoon echt dit weekend om alle goals met Maradona. En wat je misschien al opvalt is... Oh ja, hier maak ik maak een eigen goaltje. Dat doe ik af en toe in de eerste teamwedstrijden. Zodat die tegenstanders misschien het gevoel hebben van... Oh shit, er zit nog wat in. Ik ga niet weg. En dan heb ik weer meer kans om nog een paar goals te maken met Maradona. We speelden met Maradona in de spits. 4-2-3-1. Armando, zoals ik hem altijd noem, in de spits. Achter hem onze untradable Messi op 10. Op rechts Mbappé. En op links Neymar. En je weet met zulke challenges dat je in de eerste 10 potten... die je sowieso goed door moet komen qua winst, maar... daarin moet je eigenlijk het verschil al een beetje gaan maken. Want op een gegeven moment vanaf pot 15 à 18, zeg maar, dan wordt het gewoon moeilijk. En dan is elk goaltje al meegenomen. Maar hier zie je het, hier gaat het gewoon als een raket. En dan moeten de lijpste uitslagen eigenlijk nog komen. Hier scoort hij een keertje met rechts. Hij heeft 3 sterren weakfoot. Ik dacht eerlijk gezegd dat het 2 was. En toen werd ik er tijdens de stream op gewezen. Ja, ik heb ook wat aan jullie altijd tijdens die streams. Ik werd op gewezen, hij heeft gewoon 3 sterren skill moves. Volgens mij was het SBC Koning Damien die dat zei. Hij kan prima finishen als je 1 op 1 komt. En ja, dat is op zich ook wel zo. Dus als je echt 1 op 1 komt, kan die dat wel. dit is trouwens meteen een aardig team. Eusebio in die 4e pot. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de tegenstander goed is. Maradona gelijk met zijn 12e goal. Oh, hier even een andere goal. Ja, dat kan. Soms gebeurt dat. Maar het grappige is natuurlijk, mensen weten wel dat hij stijf links is. Dus eigenlijk dekken ze altijd het linkerbeen af. Dit is een heerlijke vrije trap, zeg. Geel getimed, maar dat maakt niet uit als hij precies in de hoek is. Dan moet hij geel of groen getimed zijn. En dan gaat het goed. Dit was echt een zieke goal. Hier scoort onze tegenstander even een lekker chippy. Maar dat is wel juist grappig. Mensen dekken automatisch puur dat linkerbeen af. Dus soms af en toe juist naar dat rechterbeen gaan. Dan kom je in één keer helemaal vrij. Ik vond het vooral gewoon heel leuk om het dit weekend met hem te doen. Er waren mensen die trouwens zeiden van, waarom moet je daar nou weer likes voor vragen? Maar dat kan ik uitleggen. Het gaat er vooral om dat ik het alleen leuk vind. Als jullie het ook leuk vinden. Kijk, als jullie zeggen van, moet ik 30 potten naar die Maradona gaan zitten kijken? Ja, dan doe ik het niet. Ik stream ook vooral voor jullie. En ook omdat ik het zelf heerlijk vind om lekker te skillen en mooie goals te maken. Dan geniet ik het meest. Met goede gameplay, met een goede vibe in de chat. Dat is het allerleukste wat er is. hier laten we wel eventjes die andere camera zien. Jesper, dat is mooi. Even pannenkoeken shaken tussendoor. En hier zitten we nog steeds in de zaterdagochtendstream. Op vrijdag heb ik gespeeld met het team van een profvoetballer. En jullie gaan er donderdag of vrijdag achter komen welke voetballer het is geweest. Want dan openen we ook zijn rewards. Hier is het 9-2. Eerste stream zit er hier op. En dan heb ik 28 keer gescoord met Maradona. En het leuke is wel, ik stuurde dit naar Slotta. Een screenshot van 5-0 ga ik met 28 goals. Ik zei, godsamme. Zo van, gaat niet lekker. En toen stuurde hij, dit meen je niet. Dit meen je echt niet. Hou alsjeblieft op. En we konden gelukkig lekker blijven scoren. 31 goals na 6 wedstrijden. En het is ook gewoon een hele goede speler. Weet je wat zo ziek is? Hij heeft iets samen met Pelé, maar hij nog extremer vind ik. Dat hij op de vierkante meter kan draaien. Dat hij soms... Hij is zo onnavolgbaar in zijn dribbles. En dat moet hij ook zijn, want dat was hij als voetballer ook. Hier is hij trouwens weer met rechts.
Hij heeft hele zieke acties ertussen zitten. En dat zien jullie ook voorbij komen. Hij heeft soms echt mooie goals. Het is jammer dat hij maar 3 sterren weakfoot heeft. Maar het is echt een heel leuke speler. Ik denk wel dat we hem na dit weekend weer gaan verkopen. Al vind ik het ook wel echt leuk. En hij heeft me ook echt verbaasd. Ik ben echt positief verrast door hoe goed het ook ging met hem. Hier zitten we op 9-0 inmiddels. Dit is op de zondagochtend. Heel vroeg. Vrijdag dus niet kunnen spelen op mijn eigen account. Ik wilde dat een beetje los van elkaar trekken. Dus vrijdag heb ik bijna alles gespeeld met het team van die voetballer. Zaterdagochtend de eerste 5. En nu zondagochtend gingen we van 5-0 naar uiteindelijk 14-0. Gaan we hier zien. Moeilijke pot. 41 goals heeft hij dan al. Lekker dragbackje hier zo. En dan is het weer 6-2. Ja, we kunnen ook gewoon echt wel prima grote uitslagen neerzetten. Het grappige is, je hebt natuurlijk geen idee hoe goed Slot dat ervan afbrengt terwijl je dit weekend speelt. Dus ja, soms denk je misschien van... Hoe moet ik het zeggen? Er kwam een keer een pot, die komt straks nog wel voorbij. Maar dat heb je sowieso... Als je bijvoorbeeld echt 6-7 keer scoort met hem... Dan denk je op een gegeven moment van, ja, zo kan die wel weer. Maar voor hetzelfde geld heeft Slot er ook een paar potten tussen zitten... waarin de tegenstander ook zijn controller neerlegt. Dat gebeurt gewoon bijna elk weekend wel een keer... dat die tegenstander gewoon zijn controller neerlegt... En dat hij alleen maar één kant op loopt. Ja, dat hij er ook 20 of 30 kan maken. Je weet het niet. Hier hebben we de andere counter trouwens weggehaald. Want dat had inderdaad helemaal geen zin om dat nog te laten zien. En met Armando kunnen we door blijven rammen. Kijk, hier hebben wij die pot. 13-1, 14-1. Volgens mij scoor ik uiteindelijk 15 keer. Uiteindelijk deed ik het zelfs nog rustig aan. Omdat je zoiets hebt van, ja, dit is niet eens leuk. En eigenlijk vind ik het ook niet tellen. Maar je weet niet of hij ook zo'n pot heeft. Ik weet nog steeds niet hoe vaak hij met Maradona heeft gescoord. Wij nu in elk geval 57 keer. We gaan 11 om 0. Ik moet zeggen, we hebben ook niet heel veel goede teams gematcht in het eerste gedeelte van de Weekend League. Ik sprak bij mezelf af dat ik het eerste doelpunt van de wedstrijd niet per se met Maradona hoefde te maken. Omdat ik wel gewoon die winst altijd het belangrijkste vind. En zodra ik dan op voorsprong sta, dan moet ik wel proberen met Maradona te scoren. Zo probeerde ik het een beetje voor mezelf te doen. Hier een moeilijk potje. 2-2 stond er tussendoor. Maar we gaan 12 om 0. Ik zit er ook lekker in qua spel. Vorige week hebben we natuurlijk 28-2 gehaald. En toen zei ik al tegen jullie, ik hoop dat dit het begin is van een mooie reeks waarin ik gewoon continu Elite 1 kan halen. Ik vind dat ik dat aan mijn stand verplicht ben. Dit is een hele lijpe goal. Oh ja, 92e minuut. Pingels werd dit. Dit was ik alweer vergeten. Dit is de laatste pot zo'n beetje. Deze pakken we. Ja, dit was de laatste pot bijna van de zondagochtendstream. 13-0 wordt het. Zag je die goal? 92e minuut. Ik raakte hem nog een keer dom kwijt. Ik zat ertussen en met een rare volley met links met Mbappé scoorde die hem volgens mij. Dan komen we tegen dit team met recordbreakers Sancho, Khedira en Suker volgens mij. En Armando scoort de eerste. Dan scoren we met... Ik weet niet wie dat was. Met wie die tweede scoorde. 2-1, spannende pot. Oh ja, Joe Gomez. Ik heb een paar keer zelfs gevaar kunnen stichten uit corners. 3-2, moeilijk potje. We gaan 14-0. En Armando heeft er 63 in liggen. En hier maken we even een sprong, dacht ik. Ja, bijna dezelfde outfit aan. Daarom twijfel ik even. Dit is de allereerste pot van de zondagavond. Dit is om 11 uur zondagavond. Dan denk je, waarom ga je niet wat eerder live op zondag? Nou, zondag moest ik sowieso nog 8 potjes spelen voor die voetballer ook nog. En ik heb ook nog wat potten tussendoor gedaan voor het veteranenaccount waar ik met Pasky op speel. En dan wil ik hem ook een klein beetje ontlasten, want ik wil niet dat hij 60 potten moet gaan spelen. Dus daar heb ik ook nog potten gespeeld. Het is killing, ik ga dit niet meer op deze manier doen. Ik ben echt waar, jongens, mijn kop klapt uit elkaar. Ik weet niet hoe die e-sporters het doen. Die jongens hebben natuurlijk dat ze wat vaker... Nog wat vaker gewoon rage quits in de eerste helft hebben. Die maken 2-0 binnen 10 minuten en de tegenstander is weg. En die freewheelen er iets meer op de automatische piloot doorheen. Ik weet niet hoe die jongens het doen. Mijn kop klapt uit elkaar. Ook omdat ik gewoon daardoor weinig heb geslapen van zondag op maandag. Maar ik moet dit even op een andere manier gaan oplossen als ik zoiets wil doen. Het is gewoon dat ik voor jullie ook echt een leuke video klaar heb staan voor donderdag of vrijdag nu. Met dat team van die voetballer. Want dat is echt een ziek team. Leuke voetballer, ook goede gast. En ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk om te doen. Maar dit moet ik niet meer op deze manier doen. Want ik heb dus echt zo'n 60, 70 potten gespeeld. Daar ben ik niet voor gemaakt. Misschien toen ik 16 was, maar nu niet meer. 5-4 hier, moeilijk potje. Hij kwam nog terug volgens mij van 5-2 tot 5-4. Het leek spannend te worden. We gaan in elk geval 17 om 0. 17 om 0 is natuurlijk gewoon weer hartstikke goed. En dan hebben we hier een lekkere goal met de voorzet op Messi. Die scoort de eerste
Mbappé de tweede. Hier had ik zoiets van, weet je, we scoren gewoon even. Het gaat even om de winst. Moeilijke tegenstander, 18-0. En dan gaan we er even goed voor zitten. Dit is de lijpste pot van, ja, gewoon van de laatste, nou ja, van de hele, van mijn hele FIFA 21 tijd, denk ik. We spelen tegen deze man. Ik zag even niet meer zo goed hoe die nou precies heette. Ik miste twee enorme kansen. Hij scoort 1-0. Onterecht, serieus. Ik was echt goed. Het is een zieke pro dit. En ik mis de strafschop. Dit moet je eigenlijk terug gaan kijken in de stream van zondagavond. Deel 3 is dit. Die kun je gewoon op mijn kanaal nog zien. Ik ga hier gewoon nog even over vertellen terwijl we naar de 20ste pot gaan. Het was een zieke pro. Hij heeft zich voor 4 FIFA Champions Cups gekwalificeerd afgelopen jaar. Ik miste twee enorme kansen met Messi. Hij scoorde 1-0. En ik krijg dan die penalty. Een beetje lelijk kreeg ik hem. En die mis ik doordat ik te laat schoot. Echt, het was ongekend. Het kan alleen mij weer gebeuren. En dan in die pot daarna weet je dat je niet van zo'n tegenstander mag verliezen. Maar ik speelde gewoon niet goed. En dus verlies je hem wel. En dat is altijd het verhaal. Het was hier al laat, zondagnacht, 3 uur of zo. Nee, sorry, het is niet waar. 1:15. 1:15 s'nachts was het. En toch verlies je hem weer. En toen zei ik, jongens, ik kan beter gaan slapen. Want dit wordt hem anders niet meer. Deze heb ik nog gespeeld. Oh ja, ik dacht van ja, ik moet nog zoveel potten. Als ik deze slecht speel, zei ik, dan kap ik ermee. En we komen weer 2-2. Het is weer spannend. En je wil niet op scherp komen met nog zoveel potten voor Elite 1. En dus hengelen we hem gelukkig binnen. Armando scoort zijn 71ste, maar dan ga ik slapen. Om 1:15 gaan we dus 19-2. En hier, ander petje, is het 6:15 ongeveer. Dus ik heb 4-5. Nee. Even kijken. Ik heb 4 uurtjes geslapen of zo voordat mijn wekker voor het eerst ging. 4 uur en een kwartier. En ik moest dus nog 9 potten. 19-2. Ja, dat is killing van mij. Ik ben ook echt iemand die veel slaap nodig heeft om echt goed en leuk te functioneren als mens. Anders word ik er niet leuker op. Maar ja, goed. Als je dan al zoveel ervoor doet en laat, laten we dan ook nog maar even zorgen dat we wel die Elite 1 gaan binnenhengelen. En dat was wat we probeerden te doen. We staan hier op 72 goals. En in die laatste potten scoren we niet zoveel meer met Maradona. Ik zei al, je moet het verschil echt maken in die eerste 10, 15 potten. En hij pakt nog wel zijn goaltjes mee. Hij pikt ze mee. Maar ik had het hier ook bijna elke pot gewoon moeilijk. Deze niet. Deze game. 22-2 gaan we dan. Het ging best wel rap wel op de maandagochtend. Maar ja, trouwens, ik speelde wel heel goed op die maandagochtend. We hadden een paar lastige tegenstanders in de eerste potten, maar ik speelde echt wel goed. Dit is een lekkere croquetta. Maradona, 1-2. En dan krijgen we hier nog eentje tegen. Lekker voorzetje, maar 3-1 winnen we. 23-2, dan is Elite 3 dus binnen. En hebben we nog 5 potten om 4 overwinningen te pakken. Ik weet even niet meer zeker wat ik nou met Slotten had afgesproken, maar voor elke overwinning boven Elite 3 krijg je dus ook nog een punt. Of 2 punten. Dat gaan we even checken. Maar morgen zie je zijn video en dan weten we of wij hebben gewonnen of dat hij heeft gewonnen. We winnen deze in elk geval. Dan gaan we 24-2. En dan komen we tegen deze man met Steven Gerrard. En die scoort gelijk. Gerrard had een shadowtje. Het kan misschien best een leuke icon zijn. Wij komen hier. Ja, dat is een typisch Maradona goaltje. Beetje door de benen van de keeper, geloof ik. Goeie goal, maar hij komt weer voor. Terwijl we in deze wedstrijd echt beter waren. Hier speelde ik volgens mij niet slecht. We scoren 2-2. Ik geloof met Messi. Oh ja, strafschoppen weer. Oh, dat was deze. Oh, dit was zo triest. Ja, dit was weer echt kansloos. Ik had deze serieus weer. Dit was ook weer zoiets. Ik had deze niet moeten verliezen. Maar ik verloor hem wel. En dus toen stonden we echt op kraken hier. 2-1 achter weer. Maar op hangen en wurgen, op strijdlust. 2-2, 3-2. Maakt hij weer 3-3. 3 keer Ronaldo volgens mij. Maar dan, vlak voor tijd, 4-3. Ja, je ziet mijn hoofd. 77 goals met Maradona. Dan zijn er nog 2 finales. Mijn kop klapt uit elkaar terwijl we deze potten spelen. En dan kom je tegen zo'n team. Gewoon prima. Wel Bruno Fernandes, Kanté daar. Gewoon normale Kanté. Maar wel Ronaldo, Mbappé. En kijk dan. 1-0 voor, 85e minuut. Doorgekopte corner. Schitterende goal was dit. Je kunt alles terugzien. Alle streams staan erop. Dit was echt een goede overwinning. 26-3. Overall echt een top weekend. We komen tegen FC RS. Dikke shout-out naar deze man. Ik kon niet meer links of rechts onderscheiden van elkaar. Ik wist het niet meer. En we waren misschien iets beter in de wedstrijd, maar hij gunde ons. We krijgen de winst. En we gaan dus gewoon Elite 1 hier binnenhengelen. Tweede week op rij. Daar ben ik blij mee. Ik heb ook echt goed gespeeld. De nederlagen, ja, je hebt ze altijd een eigen verhaal. 1 zieke pro die ik had moeten winnen. Eentje dat ik nog toch een beetje aan het pijnlijden was van die nederlaag. Dan leid je die gelijk weer. En eentje domme penalties weer die ik niet had mogen verliezen. Maar goed. Dat is wat mij nog net weer, ja, scheidt van een echte topnotering. Ik ben dan niet 30 potten dat ik ze
toch nog even binnenhengel. Jongens, ik wil jullie bedanken. Ik heb echt genoten dit weekend van Maradona, maar ook van de streams. Jullie zijn fantastisch. Morgen weer door de week met Weiland. Blikken we terug op de eerste qualifier. En Black Friday, weet ik het. We gaan alles bespreken. Julien van den Berg gaat nog steeds ongekend met Weekend League. Thanks voor het kijken. Ik zie jullie morgen. Adios. Ciao, ciao.